Het Scheepvaartmuseum heeft een schilderij van ploegschilder George Martens in ontvangst genomen. Door deze schenking heeft het museum nu 12 schilderijen van de schilder in haar bezit. Het schilderij was in het bezit van een scheepvaartverzekeringsmaatschappij die gaat fuseren en verhuizen naar Meppel. Het bedrijf vindt dat het schilderij in Groningen moet blijven. Toen ik bij Oranje Verzekeringen kwam werken, dat was in 1997, hing het in de bestuurskamer. Het zat onder de rook, een soort gele laag zat er overheen. Jan Wiebe van Veen, de directeur van het Scheepvaartmuseum, die attendeerde mij erop in 2008 dat het mogelijk een Martens zou kunnen zijn van de ploeg. Het is schoongemaakt hier in Groningen en toen bleek alle pracht en glorie van dit geweldige schilderij. En toen was het ook meteen duidelijk dat het van Martens was van de ploeg. De zoon van de schilder kan zich nog herinneren dat het schilderij werd gemaakt. Ja, dat kan ik me heel goed herinneren, want dat was een periode dat ik tijdens mijn zeemansloopbaan toevallig in Groningen was. Op het moment dat het geschilderd werd. En hoe ging dat in zijn werk? Nou, dat ging net als andere schilderijen. Hij ging naar zijn atelier en zette doek neer en zette ruwe lijnen uit. En daarna schilderde hij net als elk ander schilderij. De conservator van het museum is blij met het schilderij. Het heeft de snelheid, de vlugheid van de kwast, zal ik maar zeggen. En het impressionistische, of eigenlijk expressionistische van Martens, die ook kenmerkend is voor zijn andere werk. Het kermistjalkje op de binnenplaats van het museum was ook in het bezit van George Martens.